Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de lussensjaal haken. En de lussensjaal, kijk, deze is de lussensjaal. Maar je ziet hem heel vaak voorbij komen op Facebook. En ik heb wol van de Zeeman gekocht, de Vee. Eerst ga ik jullie hartelijk bedanken voor alle duimpjes omhoog en abonnees op de foto op het einde van de video klikken. Of als je de video bekijkt, daaronder staat mijn foto en daar kan je ook op klikken. Dus we gaan beginnen met de lussensjaal, haaknaald nummer 5 en 2 bolletjes Vee van Zeeman. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik zal je eerst even vertellen wat je nodig hebt. Dit is de Vee van Zeeman. Ik heb nu voor roze met crème en zilver gekozen. Ik heb kleurnummer 30, I4395. En je hebt er dus 2 nodig. Dan, ik heb het even opgeschreven wat we nodig hebben. Een haaknaald, nummer 5. Kijk, die verkopen ze ook bij Zeeman voor 99 cent. Daar zit ook haaknaald 4 bij. Dus als je een beetje loshaakt, kan je een andere haaknaald pakken. Je hebt nodig een schaartje, een centimeter, een stopnaald en 3 à 4 knopen. En die knopen, ja, je kan gewoon ook gebruikte knopen pakken van een oude jas, maar de knopen van de foto die zijn besteld bij AliExpress. En ik zal de linken nog allemaal onder de video zetten, zodat je weet waar je het allemaal kan kopen. Dan zal ik nu maar even de haaknaalden even uitpakken. Hier zit dus haaknaald 4 en haaknaald 5 in. Dat is altijd handig. En ik leg even dit aan de kant. De wol, de Vee van Zeeman. Nou, ik ga toch eens even kijken, want ze zeggen er is een verschil dat je deze is dicht en deze kant is open en hier zou je dus vanuit het midden kunnen gaan haken en ik ga het gewoon proberen. Ik zie gewoon hier wel een draadje, maar ik ga het gewoon proberen of het lukt. Ik heb er nog iets dieper in, maar voor mij ja. Hij is eruit. Het is wel een hele bevalling. Maar ja, die zal ik dadelijk eventjes toch even ontwarren. En dan volgens mij kan je hier dus, zie je, gewoon vanuit het midden verder. Maar ik zal het nu eventjes in, netjes gaan leggen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Als je dus 1, 2, 3... 4 lussen op je sjaal wil hebben, dan heb ik het even uitgetekend. Je maakt een opzetketting en hier moet je even niet op letten, want dit is de opzetketting hier. Hier begin je. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En zo ga je weer naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dat doe je 1, 2, 3, 4. 5 keer. 5 keer 9 is 45. Kijk, zie je het? 5 keer 9 is 45. En dan doe je nog even kijken. Want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en dan moet je er nog 1, 2, 3 lussen. Deze 3 lussen, of 3 lossen, sorry, 3 lossen voor het eerste stokje.
Ik ga met je meehaken en dan zie je zo wat we gaan doen. Dus we maken een opzetketting van 45 plus 3 is 48 lossen. 48 lossen gaan we opzetten. En dan zie ik je zo weer terug. Je begint met een opzetketting. En je maakt een beetje, ja, je zorgt dat je hem los in je hand hebt. Haaknaald nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dat ga je dus 5 keer zo doen. Dus dat je 45 los hebt en dan nog 3 lossen. Dus 48 lossen. En dan gaan we beginnen. Tot zo. Als je die ketting van 48 lossen klaar hebt, dan sla je om en je gaat in de eerste, tweede, de derde. Daar steek je in. Je zorgt dat je 2 lusjes houdt en we gaan nu 8 stokjes maken. 1, 2, 3. Kijk, we gaan 8 stokjes maken en deze telt mee als 9e stokje. Kan je het goed zien zo? En dan zet ik er even iets achter. Ja. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. 7. We tellen de eerste mee als stokje, dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu nog 1 stokje, dus dat is 8 stokjes. En dan gaan we even de papier erbij pakken. Dan gaan we die lussen maken en dat zijn 12 lossen. Dus we gaan 12 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan gaan we insteken in die steek van het stokje. Maar we pakken hem aan de achterkant. Dan zit hij beter vast. Kijk, aan de achterkant van het stokje. Dus je hebt je lossen. Je pakt de achterkant van het stokje. Die steek pak je. Je slaat om. En je gaat door de lus heen. Met een halve vaste. Heb je je eerste lus al gemaakt? Dan gaan we weer 9 stokjes maken. Dus we steken gewoon in naar dit stokje. Daar steken we weer in. We zorgen dat we 2 lusjes hebben.
En we gaan 9 stokjes maken. Twee, drie, vier, vijf, zes. Zeven. Acht. Negen. Zie je dat de kleur wel mooi verandert? Dus het is wel leuk om die wol te gaan halen. Dan gaan we weer kijken wat we moeten doen. Kijk, we hebben de eerste lus al gemaakt. We hebben 9 stokjes gedaan. En nu gaan we weer een losse maken. Een losse ketting van 12 lossen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan steken we in die eerste steek hier achterlangs. Dus dit is het stok hier achterlangs. En we zetten hem vast met een halve vaste. We halen de draad meteen door 2. Zie je, dan heb je al het tweede lusje gemaakt van je lussensjaal. En dan gaan we weer 9 stokjes maken. 'Eerste toer is altijd een beetje het lastigste, want dan, ja, dan moet je ook in die beginketting goed insteken. Even weer tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dan weer 12 lossen. Dus we zijn nu hier. We zijn nu hier. We gaan weer 12 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We steken in die eerste steek in, achterin, draad omhalen en we maken een halve vaste. Zo. En dan ga je weer 9 stokjes maken, dan weer een lus van 12 lossen. En weer 9 stokjes. En dan zie ik je op het eind weer terug. Tot zo. Nu zijn we op het einde van de toer. En nu hebben we mooi 4 lussen gemaakt. En we gaan weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan keren we het werk. En dan gaan we weer 9 stokjes maken. En we zetten de eerste steek hierop.
2. Deze deel we mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan gaan we langs deze lussenlijn, dan gaan we 24 een pen pakken. Hier gaan we 24 stokjes omheen haken. 24, 24. Dus we hebben op elk stokje nu een stokje gezet. En nu gaan we in de lus. Dus echt gewoon die lus gewoon links houden. Omslaan. En hier ga je 24 stokjes inhaken. Dit is 1. Dit is 2. Even mijn garen pakken. Drie, je schuift ze zo, want het worden er best veel. Je schuift ze goed naar beneden. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig, 21, 22, 23. 24. Kijk eens hoe leuk die lus is. Echt een wordt een leuke lussensjaal. Dus het is dus op het voorgaande stokje een stokje zetten. Dus goed in de gaten houden dat die eerste drie lossen dat meetelt als stokje, want anders krijg je geen rechte zijkant. En dan ga je 24 stokjes om die lus heen haken. En als je daarmee klaar bent, dan hou je je werk goed zo. En dan ga je met je haaknaald, ik zal even de lus iets langer trekken. Dan ga je zorgen dat je die steek van het eerste stokje, daar steek je weer achterin. Dan pak je je lus op, trek je weer aan en dan ga je door die eerste steek en die zet je vast, omslaan en een losse. Zo. Zo zet je die vast. Dus je gaat er van achteruit in die eerste steek en ik ga het nog wel een paar keer uitleggen hoor. En dan gaan we weer omslaan en dan gaan we het volgende stokje zoeken. En dan gaan we weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stokjes maken. Dus we zetten het eerste stokje één, zie je, 2, 3, 4, 5 en ik haak even door tot 9.
En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan zijn we bij het 9e stokje aangekomen. En dan gaan we weer in de lussen haken. En in de lussen haken we 24 stokjes. Kijk, we zijn nu hier aangekomen en we gaan 24 stokjes daarop zetten. Dus je houdt je werk zo. Je haalt je draad om de haaknaald. Je houdt je lus aan de linkerkant en je gaat weer 24 stokjes maken. En omdat het er best veel zijn, moet je gaan schuiven. Dus je schuift dan goed je stokjes op. 3, 4. En als we bij 24 zijn, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb nu 24 stokjes gehaakt. Ik ga weer even mijn haaknaald eruit halen. En dan ga ik in die eerste steek die in die ring staat, daar steek ik vanuit de achterkant in. Dan pak ik mijn lus op. Ik trek aan het draadje. En ik haal hem door. En ik maak nog één losse. Kijk, dan zit die lus ook mooi vast. En dan ga je weer 9 stokjes maken. Dus je gaat weer 9 stokjes maken. Je gaat weer goed kijken waar je de 9e hebt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus de 9e zit hier. Ik tel altijd van waar ik uit moet komen. Dus die steek is een beetje lastig te pakken hoor. En dan ga je weer 9 stokjes maken. Op elk stokje. 1 stokje. Ik ga weer even verder haken en dan zie ik je op het einde van de toer. Ik ga heel de toer even afmaken, dus deze 2 lussen nog. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En als je op het einde van de toer bent, dan heb je 4 van die hele leuke lussen al gehaakt. Met iedere keer 9 stokjes ertussen en om die bogen heen 24 stokjes en die zet je op het laatst netjes vast zoals ik het eigenlijk net uit heb gelegd. Nou, nu gaan we op het laatst het werk keren. Ik heb hier even tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes, dus ik moet er nog 2, 8. En deze telt mee als stokje en die ga ik gewoon hier tussen die laatste en de ene laatste in insteken. En dan maak ik het laatste stokje. Dan is dit het 9e stokje. Kijk eens hoe leuk het kleurverloop is. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe deze sjaal gaat worden. En we gaan het weer keren met 1, 2, 3 lossen en dan keren we het weer. En dan gaan we nu weer de achterkant maken. En als je het te snel vindt gaan, dan als je de video even stopzet, hierboven zijn 3 verticale puntjes. En dan kan je alles eventjes, je kan de ondertiteling aanzetten, je kan de video langzamer zetten. En ja, of even de pauzeknop aan. Ik probeer het rustig te doen, maar je moet het toch eventjes doorhebben. En ik zie je zo weer terug. We gaan nu het werk keren en ik heb mijn wol ook eventjes weer neergelegd, want nu komt dus de draad uit het midden en ik moet zeggen dat gaat best goed. Dus als je uit het midden wil werken van een bol van Zeeman, dan moet je wel zorgen dat je niet aan deze kant gaat zoeken maar aan de
open komt. Ik zal nog even een nieuwe bol erbij pakken. Kijk, dit is de dichte kant en dit is die open kant, dus daar moet je even goed naar kijken. Nou, we gaan nu het weer keren en nu is het alleen nog herhalen, herhalen, herhalen. Je zorgt weer dat je je eerste stokje op het eerste stokje zet, want de drie lussen, deze, die tellen mee als eerste stokje. Want heel veel mensen die krijgen problemen met het recht lopen, maar dat komt omdat ze hierin steekt. Maar ze moeten dus op het eerste stokje een stokje zetten. En die drie lossen, die tellen gewoon mee als zijkant en als eerste stokje. Dus nu gaan we weer 9 of ja 8 stokjes maken. 2 3 en als je op het einde bent hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En als je nu doorgehaakt hebt met die 8 stokjes, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ik tel deze mee, is de 9e. Dan zijn we weer bij een nieuwe lus. Dus wat gaan we dan doen? 12 lossen maken. Een, twee, drie, vier, en ik zie je terug als we 12 lossen hebben. Tot zo. Als je dus klaar bent met die lossen van 12 lossen, dan gaan we weer achter dit eerste of dit laatste stokje insteken in die opening. We halen de draad op, we halen hem door en we halen hem nog een keer door. Dit is een halve vaste. En dan gaan we weer 9 stokjes maken. Dus je pakt weer dit eerste stokje op en je gaat weer 9 stokjes maken. 2 3 En als we bij de 9e zijn hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dan heb je weer 9 stokjes gehaakt en dan ga je weer 12 lossen doen. En ik heb net al uitgelegd hoe je die lossen vastmaakt en zo maak je de hele toer af. Ik ga nu verder weer met de even verder haken, zodat je ziet meer van hoe wordt die, hoe komt het eruit te zien, dus het resultaat. Maar je maakt deze toer gewoon af en de volgende toer doe je weer 24 stokjes hier om die lossen en je zet hem weer vast. Dus ik zie je, ik ga verder zelf nog een stukje verder haken, zodat je wat meer ziet hoe het gaat worden. Dit is echt een lussensjaal met 4 lussen en ja, dan zie ik je strakjes weer terug. Ik heb nu even een stukje verder gehaakt en ik was zo enthousiast, dus ik heb de hele bol opgehaakt. En kijk hoe mooi dat het wordt. Even kijken of je het goed kan zien. Ik heb hier die lussen al in elkaar gezet. Dan zal ik dadelijk ook nog uitleggen hoe dat je die lussen in elkaar zet. En ik zal de centimeter pakken en dan zal ik even zeggen hoe ver ik ben gekomen. Met 1 bol, ja, je ziet het op beeld niet, maar het is ongeveer 25 centimeter met 1 bol V. En ik zal even kijken nog hoeveel meter erop zit. 25 centimeter en dan heb je wel een 1 2 3 4 lussen sjaal met 220 meter en 100 gram.
Dus welke wol je ook gebruikt. Ik heb in ieder geval 25 centimeter. Dus ik denk toch dat ik nog een bolletje bij ga halen. Maar goed, dan moet je zelf even kijken. Ik zal straks even passen en meten. Ik ga nu weer verder. En als we verder zijn, dan zie ik je weer terug. En dan gaan we de lussen in elkaar zetten. Tot zo! We gaan nu de lusjes in elkaar zetten. Of ja, ik weet niet goed hoe je het wil noemen. Maar je begint aan de kant waar je aan het haken bent geweest. Daar begin je. Dus aan deze kant hier. Ja, dit is je, zeg maar, je begindraadje. Je begint aan de kant waar je dus, kijk, en ik ben nog even de laatste toer aan het afhaken. Maar je begint dus aan de kant waar je aan het haken bent, en dan ga je, leg je die laatste lus leg je naar boven, en dan pak je die lus daarvoor op, en die doe je in die opening en die trek je erdoor. Dan pak je de volgende lus. En weer de volgende lus. Zie je? En zo ga je steeds verder. Zie je hoe mooi de lussensjaal zo wordt? Als je de sjaal op de juiste lengte hebt, dus je past hem om je nek, dan ga je aan de lange zijde de knopen aannaaien. En ja, ik heb vrij grote knopen gekocht en ze zijn licht hout. Als je ze donker wil hebben, dan kan je ze eventueel even in de thee leggen. Dan kleuren ze iets donkerder bij. Dus je legt de knopen op de lange zijde van de sjaal. En je legt de sjaal kruislinks en je knoopt de sjaal dicht. Kijk hoe leuk. Dus dit was weer een video van Iedereen Kan Haken. Graag duimpjes omhoog en abonneren. En ja, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens!